Oké, ik heb hier een hele mooie portal gemaakt. En via deze portal kunnen we naar die portal gaan. En ik zal even laten zien hoe het werkt. Het werkt nog niet. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Ik ga je vandaag namelijk uitleggen hoe je locaties detecteert in Minecraft 1.12. 1.12.2, 1.11 zou ook in moeten werken. Niet in 1.13, maar in Minecraft 1.12 in ieder geval. En hoe je dus in principe een onzichtbare pressure plate kunt maken. Dat heeft iemand een keer gevraagd in de reacties. En ik dacht, weet je wat, dat is best wel een interessant iets om eens een keer te doen. Het is zeker niet moeilijk. Het is echt heel weinig commands zijn, maar het is echt heel erg makkelijk. En er zijn een aantal manieren hoe je dit systeem kunt doen. Ik zal het eerst op de meest simpele manier doen. Daarvoor moet ik even een commandblok pakken en een comparator. Je kunt slash give atp minecraft command underscore blok 1. Dan krijg je een hele mooie commandblok. Dus die kun je gebruiken. Oh, ik moet wel even deze pakken natuurlijk. Oké. En die commandblok kun je daarvoor gebruiken. Nou, we hebben hier dus dit blok. En op dit blok moeten we de locatie gaan detecteren. Dus we moeten erachter komen wanneer de speler op dit blok is. Er zijn een aantal manieren om dat te doen. Eén manier is om te kijken welk blok er onder de speler is. En als dat een emerald blok is, om het dan te activeren. Maar dat is misschien niet de handigste manier. Een andere manier waarmee je exact de locatie kunt detecteren is, die zit inbegrepen in Minecraft en is helemaal niet moeilijk. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Dus zet hier even een command blok neer. En die kun je op always active en repeat zetten. Dus dan heb je zo'n blauwe command blok. Wat je hierin gaat typen is slash test for at a. En dan moeten we nu eerst de coördinaten van het blok gaan zoeken. Dus de speler, de coördinaten van de speler zijn altijd de coördinaten van de voeten. Dus niet van het bovenlichaam, maar van de voeten. Dus we moeten kijken wanneer de voeten op de goede locatie zijn. En de goede locatie is dus dit blok, wat ik hier nu heb geplaatst. Dat is de locatie die we moeten gaan detecteren. Dus wat je dan doet is slash set blok. Dan hou je tap, tap, tap. Dan kun je shift inhouden. Pijltje naar links. Tot aan hier. Ctrl C op je toetsenbord. En dan heb je die drie coördinaten. Dan ga je terug naar je commandblok. Dan zet je die hier erin. Zo. Dit doet natuurlijk niks. Wat je wel moet gaan doen. Je zet hier X is voor. X is. Komma. Y is. Komma. Z is. Oh, Z is. Zo. Dit doe je. Nou, als we nu een comparator neerzetten, verwacht ik dat hij het niet gaat doen. Hij doet het overal. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus nu zal hij altijd, zal die comparator een signaal uitgeven. Dat komt dat hij er nog één ding bij moet zetten. Komma, R is 1. Zo, kijk. Nu werkt hij. Als ik nu hier ga staan, dan zul je zien dat die comparator aangaat. Dus dat werkt. Ik zal even uitleggen hoe het werkt. Deze commandblok, die voert nu een detectiesignaal uit op deze coördinaten. Ja, deze hier. En dan vanaf die coördinaten een straal van één blok. Dus vanaf die coördinaten is een straal van één blok dat hij detecteert. Dus in principe tot aan hier detecteert hij. Ik weet niet of je halve blokken kunt doen. Maar dit, als ik hier 0.5 invul, dat werkt niet. Dus ik ben er niet achter gekomen hoe je minder dan een blok kunt doen. Of 1.5 werkt ook niet. Dus voor zover ik weet kun je alleen 1, 2, 3, 4, 5 hele getallen. Ja, dus dat is niet heel handig, maar dat maakt in principe niet uit. Je kunt hier, kun je wel komma getallen doen. Dus je kunt, even kijken, dan moet ik even kijken, de x. Nee, dat is de z. Als je de z een half blok groter maakt, in dit geval. Dus dan z.5 zetten we erachter, zo. Dan activeert hij pas als je echt op het blok staat. En dat doet hij niet. Waarom doet hij dat niet? Oké, misschien werkt dat ook gewoon niet. Ik heb geen idee. Misschien kun je hier geen komma getallen invullen. Dat zou ook kunnen. Maar voor nu, dit werkt in ieder geval wel. Wat hij dus doet, hij pakt deze drie coördinaten. Dus x, y, z pakt hij. En een straal van 1 ervan af. Dus we kunnen die straal gaan vergroten naar 3 bijvoorbeeld. Als ik nu hier ben, gaat hij al aan. Er binnen 3 blokken van af zijn. Dus dat is hoe dit werkt. Nou, dan is er nog een tag die we kunnen gebruiken. Dat is de RM tag. Deze hier zo. RM. RM is iets. En wat dat betekent? Dat betekent de minimale range vanaf het punt. Dus, dan ga ik even hier een kleine tekening zou ik ervan kunnen maken. Een soort schets op de grond. Dit is het blok waar vanaf we detecteren. En dan heb je hier de range. De eerste blauwe cirkel zou range is 2 zijn. En de tweede blauwe cirkel zo, range is, wat is dan, even kijken, 1, 2, 3, 4 zou dat zijn.
Dus ik zal even hier laten zien, zo. Dan heb je twee cirkels. Zo. En dan ga ik eventjes de coördinaten van even. Dus we pakken de coördinaten van het middenblok. Slash setblok, tap, tap, tap. Zo. Pakken we alles, ctrl C, zetten we hier even in. Zo. X is, nou, zo, ctrl V. Y is 4. Zo, Y is 4. En Z is 1130. R is, dit is de maximale range die we willen hebben. Kijk, nu wordt hij altijd geactiveerd, omdat ik altijd in de buurt ben. Want nu gaat hij uit van een oneindig grote straal. Nou ja, laten we eens eventjes zeggen, R is 4. Oh, R is 4. Zo. Nu detecteert hij het, zodra ik over deze lijn loop, word ik gedetecteerd. Zodra ik hier overheen loop, zolang ik me in die cirkel vind met een straal van 4, word ik gedetecteerd. Maar als ik hier uit ben, dan stopt hij. Nou goed, er is dus een manier met die RM, de minimale range. Als ik die naar 2 zet, of naar 3, ik zet hem van nu even naar 2, dan word ik niet gedetecteerd als ik hier in het midden sta, in deze kleine cirkel. Ik word wel gedetecteerd als ik hier tussenin kom, dus tussen 4 en 2 in, word ik gedetecteerd en daarbinnen niet. Maar dat kun je natuurlijk ook vergroten naar 3. Zo, en nu is het die grotere cirkel. Nu word ik alleen gedetecteerd als ik hier ertussenin sta. Dus, dat kun je ook helemaal veranderen. Dit kun je 4 maken bijvoorbeeld. En dan kun je dit 10 maken. En nu alleen als ik hier buiten ben, word ik gedetecteerd. Of je doet gewoon RM is 4 en R helemaal weg. Dan werkt hij gewoon overal, zolang je er maar 4 blokken vanaf bent. Dus dan kun je kijken of iemand niet in de buurt is van een punt. Dus zo kun je dat detecteren. Nou, even terug naar het begin, want we moeten natuurlijk wel eventjes dit ding maken. We gaan hier even een commandblok pakken. Commandblok 1, zo. En die zetten we neer. En dit is de manier om dus jouw onzichtbare pressure plate te maken. Die hadden we net eigenlijk al, alleen ik ben hem nu even opnieuw aan het doen. Niet super handig, maar dat maakt niet uit. Zo. Ctrl C. Zetten we deze er even in. Test voor add A. X is. Oh, X is zo. Komma I is. Komma Z is. Komma R is 1. Zo. Always active en repeat. Zo. En als ik nu hier kom, dan wordt die geactiveerd. Dan zet je er een commandblok op. Die zet je op always active, chain en conditional. En wat conditional doet, je ziet hier, er zit nu een deuk in dat pijltje. En daaraan zie je dat die conditional is. En wat dat doet, dat controleert of wat hierin staat, of het klopt. Dus als dit zo is, dan wordt deze commandblok uitgevoerd. Dus wat dit doet, dit zou hetzelfde doen als wanneer ik deze commandblok hier zou hebben. En ik zou er een comparator tussen zetten. Dus dit, wat ik hier nu heb, dit, doet hetzelfde als dit. Alleen dan is het minder ruimte en het is gewoon veel handiger. Wat je hier dus in moet doen is teleport at P naar deze coördinaat. Dus set blok pakken we deze coördinaat erbij. Zo, ctrl C. En dan hier teleport at P, ctrl V. Zo. Nou, als we hier nu opgaan, dan als het goed is worden we meteen geteleporteerd. Kijk eens aan. En nu komen we meteen hier terecht. Dus dat werkt gewoon hartstikke netjes. Nou, er is dus ook een probleem met dit systeem. Want stel iemand zou hier staan en ik zou dan hierheen gaan, dan zou die persoon geteleporteerd worden. Er is ook nog een hele makkelijke andere manier om dit op te lossen. Moet ik even deze coördinaten erbij houden en deze coördinaten zo erbij hier zetten. We kunnen dit hele systeem, waar we er net twee hadden, kunnen we ook in één commandblok doen. Dat doen we door execute, add A, ctrl V. Zet je hier x is de x-coördinaat van het punt, comma y is 4, comma z is dit, comma r is 1. Zo, dan drie golfjes. En dan slash teleport at p, of tenminste is het teleport. Ja, het werkt gewoon teleport at p. Weet je wat, maak er maar tp van, dat is wat handiger. Tp at p en dan de coördinaten waar die persoon heen moet. Dus dat waren deze. Zo, ctrl v, always active en repeat. En als het goed is, als ik er nu heen loop, dan doet hij het ook. Kijk eens aan. En nu heb je het in één commandblok en nu werkt hij altijd. Dus deze manier is de betere manier om het te doen eigenlijk. Maar met die andere kun je een comparator erbij zetten. En dan kan die output misschien nog wel iets handiger zijn. Maar dit is dus hoe het werkt. Het is heel handig. Het is gewoon een goede manier. Er is ook een manier. Nou, hier toch mee bezig zijn, is die misschien ook wel even handig om te behandelen. Als je wil kijken of een speler zich alleen op een lijn bevindt. Dus op bijvoorbeeld de lijn I is 4. De I van de speler, die moet, of laten we dan iets anders pakken, die moet 5 zijn. Dan moet je een bericht krijgen. Dus dat kunnen we ook wel even doen.
Dan zet ik hier even een nieuwe commando, pakken we erbij. Dan zetten we zo execute add a. En dan zo add a. Dan zet je hier, heb je deze drie golfjes, hè. Drie golfjes gaan staan voor de positie van de speler. Maar die kunnen we natuurlijk aanpassen. We kunnen natuurlijk zeggen, add a, I is 40. Nou, laten we er even 10 van maken. Add a 10. Zo, C, high. Zo, dus execute add a iedereen met een X die niet uitmaakt, een Z die niet uitmaakt en een Y van 10, die zegt hoi. Waarom werkt dat? Oh, ik was een heel belangrijk stukje vergeten. Je moet natuurlijk wel achter execute add a R is 1. Anders gaat het natuurlijk niet werken. Zo, en dan slash say hi. Omdat nu vanaf deze locaties, iedereen die zich daarin bevindt, in een straal van 1 vanaf dat punt, die zegt hoi. Dus als het goed is, als ik nu omhoog vlieg, dan krijg je zodra ik in die I-zone zit, dus nu hier zo krijg je het weer, bam, krijg je een bericht, hoi. Dus we gaan even kijken, als het goed is, kun je gewoon de maximale valsnelheid in Minecraft, die detecteert dat als het goed is gewoon. Dus nu gaan we keihard naar beneden. En dat detecteert hij niet. Oké, daar was ik al bang voor. Dus de manier om dat op te lossen is gewoon deze range vergroten. Dus R is 5 bijvoorbeeld. En als ik dan TP 100, als het goed is, activeert hij hem nu wel. Zo, ja, kijk, nu activeert hij hem wel. Dus, dan kun je bijvoorbeeld maken dat als je een custom map hebt, en het is een parcours map, dat je dan, als iemand er vanaf valt in de void, dat hij dan meteen terug geteleporteerd wordt. Dat je niet helemaal hoeft te wachten dat de void je doodmaakt. Dus zo werkt deze manier. Die is ook super handig. En nu, dit werkt ook nice. Dus maar ik zet deze nu even op niet redstone. Dus dit is een beetje hoe het werkt. Het is zeker niet moeilijk. Het is gewoon een super handig systeem dat je voor heel veel dingen kunt gebruiken. Dus hopelijk vond je het een handige tutorial. Mocht het zo zijn, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan, ja, laat even achter wat ik jullie de volgende keer moet uitleggen in deze Minecraft Command Block tutorials.